En ik dacht, ik ga gewoon eventjes muziek maken. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon weer filmen. Als jullie vonden het zo leuk vorige keer. Denk je wel eens na? Nice. Ga maar even met Bram mee. Blauw, de hele regenboog komt langs, mag ik kijken. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik sta hier in de jungle. Ja, nee, ik dacht misschien is dat leuk om even te benoemen dat ik in de jungle sta. Aangezien deze... Hey, trouwens, hoe lang hebben we deze plant al geen water gegeven? Je moet hem een beetje liefde geven, Vincent. Zo, hij is wel een beetje... Maar dit hoort, hè? Dit hoort, zei nee, ze. Nee, dat snap ik. Maar het lijkt wel of hij een beetje brak is. Hij heeft al lang geen water meer gehad. Ja, we moeten wel even water geven. Want ik heb het... Ik vergeet het gewoon af en toe een beetje. Maar je moet natuurlijk een plant... Moet je helemaal deze grote plant moet je echt met liefde verzorgen, jongens. Dus hij krijgt water van mij. Kom maar, jongen. Het spijt me. Het spijt me. Oh, niet in die lamp gieten. Het spijt me zo dat we je hebben verwaarloosd, jongen. Ja, het is wel een beetje liefde. Wel. Ja, maar het is heel zielig. Want ik kom hier, ik sta hier eigenlijk net en ik benoem wel dat ik in de jungle sta. Maar deze jungle groeit natuurlijk niet uit zichzelf. En hij kan geen water van, krijgt geen water van regen. Dus we moeten gewoon water geven. Eigenlijk moeten die planten die buiten dan ook water geven. Die, Ja, dit zijn jouw jongetjes, hè? Ja, het zijn allemaal mijn mannetjes. Ik moet ze een beetje liefde geven. Ja, het zijn mijn mannetjes. Ik moet ze even liefde geven. Ik heb de planten buiten ook even water gegeven, want die zien er ook niet zo goed uit, jongens. Ze zien een beetje bleekjes. Kijk dan. Het is geen mooie kleur groen. Deze ziet er al wat beter uit, maar deze heeft misschien ook meer licht. Maar, ja, dit is niet... Het zou er even beter verzorgd moeten worden. Mijn fout. Ik ga dus vanavond met Stefan, Bram en Sean, volgens mij gaan we bolderen. Maar ik wist dus niet wat bolderen was, maar blijkbaar is dat dus zeg maar... Wat is dat ook alweer? Bolderen is dat klimmen, je gaat dan zeg maar klimmen, maar dan zit je zonder touw op zo'n kleinere muur. Zeg maar niet zo'n hele hoge, maar zo'n klein muurtje, met zeg maar heel technisch. Ja. En je zit dus zeg maar niet... Wel gewoon klimmen. Het is wel klimmen. Wel klimmen. Zeg maar met van die dingetjes, van die handvaartjes waar je moet vasthouden. Maar zeg maar niet, ja, maar zeg maar niet met zo'n touw dat je zeg maar helemaal naar boven moet. Maar je moet zeg maar ook gewoon schuin en zo. Het is fucking zwaar, maar Steven vroeg of ik meeging, dus ik dacht, nou gezellig, gaan we even lekker bolderen jongens, dat wordt ook leuk. En Steven zei ook al van, het wordt grappig, want Bram die gaat mee. En Bram die heeft echt een motoriek van een lantaarnpaal gewoon. Van een, hoe noem je dat? Een krekel, een springkaan. Ja, als een springkaan. Een springkaan, die is nog best wel... Okay. Je moet ja, eigenlijk gewoon... Je moet hem niet onderschatten. Nee, straks, hij gewoon echt, straks gaat Bram echt als een jekko naar boven gewoon. Maar nee jongens, dat wordt wel heel gezellig. Ik heb er ook wel zin in. Dus gewoon lachen. Ik heb het namelijk nog nooit gedaan. Ik kende het ook niet. Dus ik ging het even opzoeken. En het zag er leuk uit. Dus dat is helemaal leuk. En Niek komt hier straks heen. Want die is nu in Amsterdam ergens lunchen. En hij zei, zou ik er daarna gezellig langskomen? Ik zeg, jongen, je bent altijd welkom. Kom lekker langs. Het is momenteel 12:30 en ik heb nog niet ontbeten. Dus ik ga eventjes naar beneden naar de FOMAR. En dan ga ik even lekker een ontbijtje halen. Ik weet nog niet wat ik wil. Of ik kwark wil met een banaan. Of dat ik een broodje wil met kipfilet, avocado en ei. Ja, ik zie het zo wel. Morgen ga ik de studio in met Jackman. Dat is de producer van Wat is er gebeurd. En met Jarzinho. Dan gaan we even wat vette beelden schieten. We moesten nog wat dingen toevoegen aan nummers. Zoals adlibs en zo. Dat soort dingen. Dus ja jongens. Morgen ga ik hem helemaal fine-tunen. En ik heb er echt fucking veel zin in. Ik kan sowieso niet wachten tot dat nummer uitkomt jongens. Ik ben echt... Ik weet niet. Ik denk dat ik serieus nog nooit zo hyped ben geweest over een nummer wat ik heb gemaakt. Want ik heb gewoon zoveel vertrouwen in dit nummer. Omdat hij gewoon... Ik vind hem zelf... Ik kan hem zelf ook gewoon heel vaak blijven luisteren. En dan had ik met andere nummers had ik dat... Na een tijdje was ik er wel klaar mee. Maar nu, bij deze heb ik dat gewoon niet. Typ in de comments, ik kan niet wachten als je wil dat Wat is er gebeurd zo snel mogelijk uitkomt. Holy shit jongens, wat een wind vandaag, hé. Niet normaal. Het is geworden een broodje carpaccio jongens, maar ik heb ook kwark meegenomen. Het is een lekker broodje carpaccio geworden jongens. Och, ik had er zin in. Ik ging volgens mij 2 vlogs geleden of zo, ging samen met jullie muziek maken. En ja, gewoon een beetje laten zien hoe ik het... Oh, trouwens, kunnen mensen hier tegen als ik dit doe? Ik deed volgens mij net best wel hard. Maar ja, nu is je al geknakt natuurlijk. Maar toen ging ik met jullie nummers maken. En jullie reageerden allemaal super leuk op met dat ik het vaker moest doen. En dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik alles zeg maar deed. En hoe ik het allemaal, zeg maar het hele proces. En ik dacht, ik ga gewoon eventjes muziek maken. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon weer filmen. Als jullie vonden het zo leuk vorige keer, ik doe het gewoon nog een keer. En vorige keer had ik deze gemaakt. Maar ik ga in een trip door jou. Ik ga in een trip door jou alleen. Ja, die was ook leuk jongens, die was leuk. Maar
We gaan iets leukers en beters maken, jongens. Om te beginnen, zeg maar, pak ik altijd een beat. En normaal gesproken, wat ik al vorige keer ook al zei, normaal gesproken ga ik gewoon de studio in en dan maakt een producer een beat. En dan ga je samen, zeg maar, gewoon een beetje melodieën bedenken en zo. Maar nu, omdat ik het gewoon meer een beetje gewoon voor lol doe, zoek ik een beat op beatstar.com. Als je naar beatstar.com gaat, dan kan je sommige beats, kan je zeg maar downloaden. En dan kan je ze gewoon, nou, in je muziekprogramma zetten. Ik neem op in Logic Pro, dat is van Apple. Daar neem ik zeg maar de muziek in op. Dus je sleept dan zeg maar de beat, sleep je gewoon in het project. En dan ga je daar wat, net als vorige keer, gewoon allemaal melodieën in bedenken en tekst en zo. Maar we gaan eventjes een beat uitzoeken. Ik denk dat ik zoiets ga maken, jongens. Een beetje soort van Kid Leroy stijl. Aangezien ik fan ben van Kid Leroy. Oké, jongens, ik heb een beat gevonden. En dat is, even kijken, ik sleep hem er nu eventjes in. Dat is deze. Ik vond het wel hard en op een gegeven moment zo. Nou, ik ga weer even stom in de microfoon lopen neuren, kijken op wat voor leuke melodieën ik kom. Daarna kan ik op die melodieën zeg maar tekst gaan schrijven. Dus ik ga mijn koptelefoon opzetten. En dan ga ik eventjes in de mic schreeuwen. Denk je wel eens na, over van die dingen daar ik ga, over waar je staat. Zoals jullie zagen heb ik weer lekker in de mic lopen neurien en schreeuwen. En we gaan even kijken of er wat leuks is uitgekomen, jongens. Want ik hoorde wel een paar dingen dat ik dacht, ja, dat klopt. Zit je wel eens na, over van die dingen daar ik ga, en alles is nu veranderd. Ik ben nu anders, dingen hier, dit stukje, kijk bijvoorbeeld dit stukje, als ik bijvoorbeeld nu aan het luisteren ben, denk ik van, oh, dit stuk vind ik hard, kijk dit hier. Snap je, dat is dik. En ik had hier een stukje wat ik vet vond, als zeg maar een beetje first. Oké, ik heb het zeg maar nu even goed achter elkaar gezet. En dan wordt het dus zeg maar een opbouw met een refrein. En dan wordt het zeg maar een beetje dik. Hey Ross, sauce it up. Ik ben alles niet, waar ben jij? Ik ben daar, denk je wel aan doen? Yeah, yeah, yeah. Denk je wel aan doen? Yeah, yeah, yeah. Denk je wel eens na? Oké, jongens, dus dit is een klein opzetje en nu ga ik er tekst op schrijven. Let's go! Oké, jongens, ik heb dus zeg maar de opbouw heb ik nu helemaal qua tekst gedaan, zeg maar. En een klein stukje van het refrein, echt alleen de eerste zin. Dit heb ik er tot nu toe van gemaakt. Hey Ross, sauce it up. Ben je niet bij mij, ben je veel bij hem? Deed het al een tijd, hoor het aan je stem. Waarom loog je tegen mij, waarom loog je? Door deze shit is het voorbij. Denk je wel eens na? Nee, natuurlijk niet, nee, nee, nee. Al die dingen die je doet, die baby. Kijk, alleen dit laatste stuk moet ik nog tekst schrijven. Daar lijkt je, het lijkt alsof je tekst hoort, maar je hoort daar niks. Maar ja, jongens, dat is hem. En ik heb er vette ad-libjes in gedaan. Dat zijn zeg maar geluidjes tussen de main vocals, zeg maar. Daar hoor je dus zeg maar. Waarom loog je? En deze. En als je dan zeg maar er doorheen doet, hoor je dan. Loog je tegen mij? Waarom loog je? Door deze shit is het voorbij. Oké, jongens, ik ben al best wel, ver, maar niet die belde mij net dat die onderweg is. Dus die kan ook elk moment aankomen. Dan ga ik het even laten horen wat ik heb gemaakt. En volgens mij, wanneer ben ik begonnen? Ik weet niet, ik denk dat ik misschien nu een half uurtje geleden ben begonnen met muziek maken. Dus dit heb ik in een half uurtje gemaakt. Het kan best wel snel gaan, jongens. Wat ik vorige keer ook al zei, de ene keer komt het echt, dan schud je het uit je mouw. En de andere keer zit je echt gewoon een uur op twee zinnetjes te kutten, zeg maar. Hallo!
Dit is jouw statief. Oh ja. Fijn, hè? Mm-hmm. Dat is een mooie ding, hè? Maar is het voor een speciale video of voor een vlog? Nee, dit is in mijn vlog. Nice. De vorige keer ging ik mensen meenemen in mijn proces van muziek maken. Ja. Ik ga hem even verzetten, hoor, zo. Jezus, hey. Ja? Ik ging mensen meenemen in mijn proces van muziek maken. Ja. En dat vonden ze allemaal super leuk. Nee. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat mensen überhaupt je vlog leuk vinden. En dit heet Denk je wel eens na? Ja, denk je wel eens na. Wil je even horen? Ja hoor. Ik heb dit zeg maar net helemaal zo met hun gemaakt. Maar laat je ze dan ook horen hoe je inzingt. Ja, ja. Hey Ross, sauce it up. Ben je niet bij mij, ben je veel bij hem? Weet het al een tijd, hoor het aan je stem. Waarom loog je tegen mij? Waarom loog je? Door deze shit is het voorbij. Ik had ingespeeld, toch? Ja. Denk je wel eens na? Oeh, die klopt, is nice. Over dingen die je toen zei, baby. Dat is waar ik was, nu moet ik nog een stukje fijn schrijven. Die je toen zei. Klinkt mooi, hè? Denk je wel eens na? Over dingen die je toen zei, baby. Moet je denken aan Jasper helemaal linken, hè? Wow, oké, ik ga de camera uitzetten. Dag. Nou, wat leuk dat je er bent. Ja, echt zo leuk. Superleuk. Kan je weer weggaan? Ja. 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 Nee, maar even serieus, kan je weggaan? Kan je gewoon... Ja, ik moet ook zo weer weg, hoor. Oké. Maar ja, zeg maar. Je... Nou ja, het is wel een beetje een zoetsappig nummer. Het is ook leuk om misschien een keer even bij de rauwe kant van Vincent Visser te laten zien. Over bitches. En... Ja, misschien kan je het refrein zo doen en dan het couplet is zo... En je moeder is een bitch en ik nukker het... Nee, dat past misschien niet. Nee, ik denk... Ik weet, ik... voel het niet helemaal. Nee. Maar ik ben ook geen producer. Oké. Miek die is er weer vandoor, maar ik heb nog eventjes wat dingetjes toegevoegd aan het nummer wat we net aan maken waren. Eventjes kijken, ik heb hier adlibs toegevoegd. Gewoon van die standaard e-e'tjes en zo, weet je wel. Yeah, yeah. Oeh, die klinkt... Nou, dat soort dingen. Kijk, en dat hoor je zeg maar... Ergens hoor je even iets misgaan. Maar goed, kijk, als je het zeg maar even... Ik had het even snel gedaan, maar als je het nu bij elkaar doet, dan... Ben je niet bij mij? Ben je wel bij hem? Heet er al een tijd? Hoor het aan je stem. En ik heb dit trouwens nog allemaal geleerd. Waarom loog je tegen mij? Waarom loog je? Door deze shit is het voorbij. Denk je wel eens na? Ik moet zeggen, ik vind het zelf best wel een prima nummer. We wilden een soort van Kid Leroy nummer maken, zoals ik aan het begin zei. En dat is gelukt. Nou, zo, hup, opslaan en vervolgens doe ik er waarschijnlijk nooit meer wat mee. Ja, zo gaat het echt. Je maakt dan een nummer en dan doe je er echt helemaal niks meer mee. Oh, wat een mooie ingang, zo. Volk! Yo! Hey! Dag meneer de chefkok. Wat ben je aan het doen? Ik ben muziek aan het maken. Oh, ik heb een lampje aan. Ik ben muziek aan het maken. Wat staat er op het menu? Nou, een beetje iets simpels gewoon. Gewoon een rap met kippen en dan kan je zelf van alles erin flikkeren. Zo, maar kijk, weet je, het is simpel, maar wel fucking lekker. Ja, het is heel lekker, ja. Dus, lekker jongens. Dan ga je bolderen. Ik ga bolderen. Leuk zeg. Bolderen. Had jij ooit van bolderen gehoord? Ja, want ik wist toch gelijk wat het was. Oh, ja, ik wist ook wel, ik hoorde het wel vaker van bolderen, maar ik dacht, want iedereen zei dat van ja, het is gewoon klimmen zeg maar dan zonder touw. Mm-hmm. Alleen dat, ik dacht, dus dan moet je gewoon, het is gewoon spannender zeg maar, dat je gewoon moet klimmen, zo'n klimmen. Nee, het is maar niet het is zo hoog. Nee, het is niet zo hoog. En dan dus dan valt gewoon schuin. Het is schuin. Ja, dat ga ik dus straks doen met Stefan en Bram en Sean. Ja. Ja, ik ben oprecht heel erg benieuwd. Ik heb geen idee of ik het kan. Want zeg maar, ik had even een filmpje. Ja, maar ik had een filmpje opgezocht en ze zeggen daar ook, er zijn maar weinig mensen die echt goed kunnen bolderen. Ja, je moet gewoon veel controle hebben over je lichaam en er ook in kunnen zien waar je het vastpakken. Ja, nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien, jongens. Ik heb er zin in. Het is tijd om te gaan bolderen. Ik vind bolderen echt een leuke naam. Bolderen! Het is tijd om te gaan bolderen! Dus ik ga de auto in en dan ga ik bolderen! Jongens, ik ga bolderen! Veel plezier met bolderen! Ik ga bolderen, dag! Ja. Dag! Ik ga bolderen! Is dit de boldergroep?
Hey, is dit de Boldergroep? Dit is de Boldergroep, ja. Sean en Rijn moesten omkleden, omdat ze niet wachten op hun vrienden. Daar moeten we nog inschrijven. Oh, ik moet me ook nog inschrijven. Ja, dat moet je hier doen. Bij de Boldergroep. Het ziet er wel leuk uit, jongens. Kijk eens even. Nu, kijk, het is nu al veel drukker. Volgende keer is het hier ramvol. Omdat er zoveel mensen komen, omdat Boulder... Door jullie. Boulderen wordt nu zeg maar de sport. Hey Bram! Goed je te zien. Wat leuk, de Boldergroep! Dat is fucking ziek, hè? Gaan we dat ook doen naar boven? Ja, slackline. Kijk jongens, je hebt dus ook helemaal speciale schoentjes ervoor en zo. Wat lachen, hé. Godzidori. We zijn hier met de Boldergroep. Sean. De Boulderboys. De Boulderboys. Boulderboys. Ons nieuwe artiestennaam. Ja. Ja, dat gaan we niet vergeten. Het ziet er wel dik uit. Ik zie het ook van die mensen op een koord en zo daar. Gek hoor jongens, gek hoor. Maar we gaan dus, je moet dus blijkbaar elke keer een kleur volgen. Dus als je geel kiest, moet je geel volgen. Hey Rijn. Dit is iets voor jou. Dit moet je gaan doen. Dit zijn de Boulderboys. Ja, ik ging net zo. Tot hier. Moet je helemaal daarheen? Oh, hi, hi. Gaat ie? Hey, dat ding gaat er niet uit! Hij zit vast! Ik ga naar poesie. Hij zit vast! Andersom. Huh? Oh, kom op, man. Ik krijg hem niet uit! Ik krijg hem niet uit! Hij zit vast! Wat doen we dan? Doen we in de bovenste, die ene erboven. Oh ja, geen jongen. Dus beter. Echt een klein man. Kom op, man! Ik heb altijd een ziek. Ja, hij zit vast. Nee, bij mij ging het wel. Je moet er gewoon niet aan hangen. Ja, maar jij hebt ze verpest. Oh ja, dat is het. Hier, zie je? Ja, ze moest ze omdraaien. Ze omdraaien. Oh, je moest ze omdraaien. Ze staat er verkeerd erin. Yes! Oh, oh. Maar hoe kun je dat voor gedaan? Ja. Oh, deze oversteek is super moeilijk, man. Wat moet je dan nu tegen als dat ik? Maar wacht, hoe de fuck? Zo op het einde alleen maar. Filmt hij? Oh, hij filmt. Ah, oh, hoe kom ik daar? Ja, klimmen, man. Oh, dat zagen we niet. Oh, die zit los ook. Ja, dat is het ook. Nu ja, zo en daar omhoog. Gaat door het gat. En dan word je geboren opnieuw. Oh. Klim naar het licht! Ja! Oh ja, dit zag niemand. Nee! Dit is echt, moet je kijken jongens, deze handvaartjes. Je mag ze maar de grond niet raken. Daar gaan we! Jij! Tegen de stroming. Oh. 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 Rijn, ik wil dat je naar beneden komt. Nee. Ja, Rijn. Ja, wat denk je? Nee, kom er maar uit. Kom er maar uit, je hebt straf. Wat denk je nou, godverdomme, dat we aan het doen zijn? Geel is geel. Hij luistert nee, niet. Nee, hup, blauw en de regenboog komt langs, mag ik kijken. Ja. Rijn, ze ophouden. Kom op, Bram. Oké. Okay. Ah, fucking god. Ja. Ja. Wow. Wow. Hoeveel heb je er al gedaan dan? Echt oneindig veel. Echt wel weinig veel. Ze noemen mij ook wel de boomklever van de lage landen. Maar jij doet toch altijd die roze hoofd? Ja. Wat is het vandaag? Heb je vandaag je dag niet? Jawel, hoezo? Stefan sloot zich echt uit vandaag. Ja, kijk, ik heb iemand mee van Stichting Zonnebloem. Die begeleid ik, dus ik doe altijd iets makkelijker nu. Sean, kom maar even hier. Sean, we gaan niet alleen lopen hier in het park. Kom maar. Ga maar even met Bram mee. Kom maar. Zo, jongens, dit is een oranje. Die moet moeilijk zijn. Maar hij is net gelukt. Dus ik denk dat Steve het ook wel kan. Ja. Heb je deze? Hoe begon jij het? Ja, hij deed het. Hebben we deze? Zo, dan bij deze. En dan gelijk overpakken naar die boven daar. Zeg maar, je hebt altijd een startvastpunt. Maar die stickers staan, daar moet je op het begin vasthouden. En dan moet je beginnen, zeg maar. Maar kijk, om even te zien hoe het eruit ziet. Dan ga je, Steve. Ja!
Lekker maat. Ja, zo. En dan met je linkervoet hierop. Ja, je moet deze. Ja, precies. Best hoog. Ik ben een echte boulderaar. Ben jij ook een echte boulderaar? Ik ben een boldigger. Ik kan letterlijk niet fout. Volg het blauwe pad. Ben je even aan het voelen hoe die... Zo moeilijk is het niet. Geen klei, hè? Nee. Ja, daar zit ook... Kijk hoe ik heet het huppelen op één voet zo. Ja, wat ga ik doen? En twee. Ik kan niet vasthouden. Ja, en hij is off. Yes, daar, yes, daar gaat hij. Oké, bro. Ja, joh. Niet naar beneden kijken, Bram. Bram niet naar beneden kijken. Het is nog best wel lastig allemaal, maar het is wel leuk. Nee, maar dit ging nog in het begin goed, hoor. Ja, ja, hij was goed. Kijk hem gaan, die Sean, hè. Kijk hem goed. Mag je dit wel van de stichting? Nou, dat ging nu wel heel hoog. Ja. Sean, kom maar even naar beneden weer. Kom maar even naar beneden, Sean. Sean, kom maar even naar beneden. Even genoeg zo. Ja. Kom maar. Heb je hem al? Ik heb hem. Lekker, ah, man. Ja, Rijn. Kom maar. Wij zijn zo onervaren hier. Ja, wij zijn fucking goed. Gast, juist. Iedereen denkt, is wel onder de indruk van ons. Ja, iedereen denkt van, wie zijn die coole gasten? Ik snap het ook. Ja. Het zijn wel allemaal leuke uitdagingen. Ja, het is wel vet. Ja, het is wel lachen. Je wil het gewoon een keer... Je wil het gewoon doen. Net als Steve. Ja, Steve die doet het. Steve. Hij moet helemaal daarin. Ja, en dan dit. Nou jongens, ik ga eventjes mijn camera wegleggen, want ze gebruiken ook allemaal magnesium, dus heel mijn camera, die is nu helemaal wit. Dus ik ga hem even wegleggen. Jongens, we hebben lekker gebolderd. En mijn handen zijn helemaal rood en opgezwollen. Helemaal opgebolderd. Opgebolderd. Er wordt niet rukken vanavond. Nee. Spelen op je fluit. Ik ga een stukje spelen op mijn fluit. Ik zit hier in mijn doos en ik haal hem zo eruit. En dan ga ik lekker spelen op mijn fluit. Fluit. Steve, hou even op. Kapt. Jongens, het was gezellig. Maar het was mooi geweest. Wat nou? Hou op! Ik stap weer lekker de auto in. Oh, jongens, ik heb pijn aan mijn armen. Vooral mijn onderarm, jongens. Dit doet pijn en mijn vingers doen pijn. Maar het was wel lachen. Het was echt wel grappig. Ik had dit echt nog nooit gedaan. Ik heb wel eens een keer normaal geklommen. Maar dan moet je gewoon alleen maar recht naar boven. Maar nu moest je echt ook zeg maar echt zo op zijn kop bijna hingen. Je moest zeg maar springen naar een ander dingetje waar je kon vasthouden. Dus het was wel echt gaaf, was wel leuk. Maar ik zei al, als ik volgende keer, ja, ik weet niet of ik zeg maar, ik zou niet zo snel nog een keer zelf erheen gaan. Maar wie weet, jongens, wie weet. Ach, jongens, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker in mijn bedje liggen. Ik heb net lekker gedoucht, jongens, en ik lig weer lekker in mijn bed. Maar mijn handen die doen echt pijn, jongen. Het is helemaal, het voelt helemaal verbrand of zo, alsof het helemaal helemaal geïrriteerd. Maar je moet natuurlijk de hele tijd zo klemmen, zo om die, zeg maar, die blokjes heen klemmen en zo. Maar ik vond het wel echt lachen, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen om 6 uur terug bij een nieuwe vlog. Waarin ik de studio inga met Jarzinho om wat is er gebeurd af te maken, jongens. En ik heb er super veel zin in. Dus ik zie jullie morgen. Later!